Hey, Bart Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl. Welkom bij deze Word-training. In deze video bolletjes of cijfers, in ieder geval maak toffe opzommingstekens. Check de hele training op makichtmedia.nl/word. Opzommingstekens maken in Word, wat zijn dat en waarom zou je dat willen? Nou, ik heb hetzelfde lijstje als net van de video over de tabtoets En dat kunnen we nog mooier maken. Want dit is gewoon een lijstje onder elkaar, uh, leuk en aardig. Maar dat kunnen we mooier maken door er bijvoorbeeld puntjes of rondjes of streepjes voor te zetten. Of zelfs cijfers. Nou, waar vind je dat? Onder Start vind je hier dus deze knopjes. Hier van de puntjes, rondjes, streepjes. En deze van de cijfers. Nou, stel je voor, ik selecteer het hele lijstje. En dan klik ik hier op deze puntjes. Tada! Je ziet dat de regels wat dichter bij elkaar komen. En dat hij overal dus bolletjes uh, bij doet. En bijvoorbeeld ook. Uh, nou, dan kun je dus ook iets aan nieuws aan Typen. En dan doe je daar uh, Mayo bij ofzo. Weet je wel? Nou, op die manier kun je dus uh, extra items toevoegen aan je lijstje. En dan komt het bolletje er uh, automatisch voor te staan. Nou, dat kan dus met uh, bolletjes. Maar je hebt ook nog meer mogelijkheden. Die vind je hier. Alles even selecteren. En dan heb je hier zo'n pijltje uh, ernaast. En dan heb je. Hier uh, de opzommingstekens die je de laatste keer nog gebruikt hebt. En je hebt hier ook nieuwe opzommingstekens definiëren. En als ik daar op klik, krijg ik een nieuw schermpje. En dan kan je hier kiezen uit de symbolen van wat je zou willen hebben. Bijvoorbeeld uh, een klavertje 3. Zo hier zo hoppakee en doe oké. Okay. En heb ik hier dus een uh, klavertje symbool. Nou wat ook kan, is ook wel fancy, nieuwe opzommingstekens definiëren. Is dat je zelfs een plaatje kan gebruiken als symbool. Klik bijvoorbeeld op afbeelding. Dan krijg je hier een nieuw schermpje en dan kan ik zoeken op Bing of op je OneDrive. Maar ik kies eventjes uit bestand, bladeren. Dan krijg ik hier Windows Verkenner. En dan vind ik hier bijvoorbeeld een plaatje. En dan klik ik op het plaatje en druk ik op oké. OK en dan heeft hij dus een plaatje gebruikt als opzommingstekens. Super vet toch? Nou, euh, dan is er ook nog iets als lijstniveau. Want ik heb bijvoorbeeld kaas, maar misschien heb je wel meerdere soorten kaas. Bijvoorbeeld euh, oude kaas. Of, euh, even goed typen. Oude kaas, jonge kaas of blauwe kaas. Dat bestaat? Blauwe schimmelkaas? Ik weet ik niet veel. Wat je kan doen hier is, ik ga hier met je cursor voor ouder staan en druk ik op de tabtoets, Tap en tap. En hier zie, je, hier zie je ook dat ik tap heb gebruikt. Nou, wat je dan dus kan doen is de lijstniveau wijzigen. Dus de hoofd zeg maar, item is kaas en daar valt onder oude, jonge, blauwe. En dan kan je nog een keer laten zien. Kijk, bijvoorbeeld de boter, roomboter, uh, plantenboter. Of uh, oma boten, weet ik veel. We zien het maar. Op die manier kan je dus dat uh, wijzigen. Nou, en op deze, dit is nu een, een gevuld rondje, zeg maar. Maar je kan ook deze rondjes ook uh, wijzigen in iets anders. En dan moet je even via hier klikken. En dan zeg ik hier bijvoorbeeld: uh, Ik wil dat dit uh, vierkantjes zijn. Dan kun je daar dus elke keer kiezen wat je daar wilt hebben. Nou, dit zijn allemaal uh, opzommingstekens, maar je kan ook cijfers gebruiken. Als ik dit eventjes zo weer helemaal selecteer, ga ik naar het knopje ernaast. En er staat nummering. Als ik op nummering klik, dan krijg ik hier 1 ABC, 2 ABC enzovoorts. Nou, wat je ook kan doen is bij deze nummering ook weer kiezen voor andere varianten. In plaats van 1 punt kan je 1. Met een haakje doen of uh, ABC. En op die manier kan je dit dus allemaal fixen. Maar er kan wel gebeuren dat de opmaak een beetje naar de galamisie gaat. Dus daar moet je een beetje mee spelen. Op twee manieren. Nummer één is zeg maar de taptoetsen. Dus die van eieren kan ik weer een stukje verder tapperen. Zodat uh, de eurotekens weer netjes uh, over elkaar staan. En je ziet hier bij Kafjaar uh, dat hij gelijk te ver springt. Weet je nog? Van de video van Taptoetsen komt omdat hij hier een tap heeft. Die kan ik op klikken en dan gewoon zo hop wegslepen. Dan is die hier dus uit de lineaal verdwenen. Druk ik op tap. En dan heeft hij dat dus nu weer netjes uh, achter elkaar gezet. Oh, hier ook weer. Dus deze tabmarker, zeg maar, die sleep ik weg. En dan doet hij dat. En als je even niet weet hoe je bij de liniaal komt, beeld. Hier vind je dus uh, het vinkje voor liniaal aanzetten. En op die manier heb ik een heel netjes rijtje gemaakt. Maar hierboven in de liniaal vind je ook iets heel erg belangrijks. En dat zijn deze. Ja, markers eigenlijk. Een soort van puntige dingetjes. En die zijn heel erg belangrijk. Stel je voor: ik heb deze, dit sublijstje, zeg maar. En als ik dan hierop klik, dan kan ik kiezen waar ik die wil hebben staan. Superhandig. En als ik deze klik, dan kan ik dus kiezen waar ik die opsommingstekens ervoor wil hebben. Op welke afstand. En als ik hem te ver doe, nou, je ziet wat er gebeurt. dan moet je een beetje mee, uh, een beetje mee klooien. En als je het uh, zo doet, dan uh, springt hij opeens helemaal weer. Als een rechte lijn. Maar dan kun je deze selecteren. En dan pak je met deze marker uh, deze sublijstjes zo. En dan kun je die netjes zo snap die naar de goede plek. En dan kan je ze onder elkaar zetten. Nou, het is een beetje. Vind ik Daar moet je een beetje mee prutsen. Maar op deze manier maak je dus mooie opzommingslijstjes in Word.